Bright TV. Vanaf de redactie in Alep Amsterdam is dit Bright TV. Is het een drone of is het een vliegtuig? David test de Parrot Tisco. Stap in de toekomst van de auto. En Mirjam onderzoekt het nerdgehalte van Wilfred en Johan. Welkom bij Bright TV. We hebben een hele speciale uitzending vandaag, want we gaan de Bright VR Awards genomineerden bekendmaken. Maar eerst de headlines. Oculus werkt aan nieuwe vormen van communicatie in virtual reality. Facebook-CEO Mark Zuckerberg, die ook de baas is van Oculus, demonstreerde die afgelopen donderdag. First live demo in VR. Je kunt met de Oculus VR-bril op communiceren met collega's die eruit zien als tekenfilmfiguren. Die figuren kunnen gezichtsuitdrukkingen en handgebaren nabootsen. Ook is het mogelijk om via Facebook Messenger te videobellen met vrienden in virtual reality. Take a look at your wrist. Wow. Hey. Hi. How's it going? Good. Why do you look like Justin Timberlake? En vervolgens kun je met een virtuele selfie stick foto's maken van je eigen avatar met de persoon met wie je aan het bellen bent. Leuk toch? Google heeft de afgelopen week zijn eerste zelfontworpen smartphones gepresenteerd, de Pixel en de Pixel XL. Normaal liet Google telefoons maken over aan andere fabrikanten. Met de twee toestellen gaat Google rechtstreeks de concurrentie aan met Apple en Samsung. En goed nieuws voor voetballers die eigenlijk liever op de bank willen zitten. De Eredivisie heeft plannen voor een officiële competitie voor FIFA-gamers. Ajax contracteerde een paar weken geleden als eerste Nederlandse club al een e-sporter. Ja goed, ik kan geen bedrag gaan noemen, maar dat is ook niet belangrijk. Je lijkt wel een echte voetballer. Ja, maar ik vind het vooral superleuk om te doen en ik kan er goed van leven, dus hoe mooi is dat? PSV organiseert in december een enorm FIFA-toernooi in eigen stadion. De winnaar van dat toernooi zou wel eens de nieuwe e-sporter van de club uit Eindhoven kunnen worden. Maar het belangrijkste nieuws van deze week komt van onszelf. Ja, we maken de genomineerden van de Bright VR Awards bekend. De beste Nederlandse VR-producties van 2016. Meer dan 100 inzendingen. Wordt er echt al zoveel VR hier in Nederland gemaakt? Ja, en ook best wel van goed niveau. Nederland doet echt wel mee hoor, met VR. Oké, de lijst met genomineerden. Je hebt hem voor je. Laten we gelijk beginnen. Ja, nou, we hebben 9 categorieën, waarvan 8 jurycategorieën. Ik zal ze even opnoemen. Business, content, educatie, games, health, Marcom, markt en communicatie. En de VR Talent, dat is de prijs voor studenten. Ja. En een beetje de officieuze hoofdprijs, de mobiele, beste mobiele VR. Oké. Al die genomineerden vind je op bright.nl. Maar vanavond hier wil ik nu uitlichten de genomineerden voor de publieksprijs. Want daar kan je op gaan stemmen, neem ik aan. Daar kan de kijker op gaan stemmen. Nou, laat maar horen dan. Welke zijn genomineerd voor de publieksprijs? We beginnen op, niet in volgorde, nee. Maar goed. Nummer 1 is Terug naar de wereld van de dino's met Freek Vonk. Van Somehout Media en Little Chicken voor Albert Heijn. Je kunt de dino's over de tafel laten lopen, laten zwemmen en kijk hoe ik deze dino door de kamer laat vliegen. Nummer 2 is Project Orpheus van We Make VR voor Avro Tros, die serie. Leuk. Thank you again for doing this. Nummer 3, meekijken met Dance 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 van Capitola VR voor KPN. De vierde is de VR-game van de film Suicide Squad van Sticky Studios voor Warner Bros. Come on, get some better at it. En dan heb je nu de laatste. Ja, dat is Nightfall voor ook Somehow Media, maar nu voor het Nationale Ballet. Dat zijn de 5 genomineerden voor de publieksprijs. Echt heel tof dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Toch? Ja. Mensen thuis, jullie kunnen nu gaan stemmen op brightvrawards.nl. En als je stemt, dan maak je kans om bij de uitreiking van de Bright VR Awards te zijn op 4 november. Wordt gepresenteerd door Winston Gerstanovic. En alle andere genomineerden, die dus niet voor de publieksprijs zijn genomineerd, maar wel echt, er zitten echt hele mooie producties bij, die kan je vinden op bright.nl. Ik mag vandaag heel fijn weer met een drone vliegen. En niet zomaar één, met de Parrot Tisco. En die onderscheidt zich van de gebruikelijke quadcopter doordat hij maar één propeller heeft en eigenlijk een vliegtuig is, een vleugel.
Hij kan met hele hoge snelheid 80 km per uur rondvliegen en wel liefst 45 minuten op één batterij. En dat is niet alles. Ik bestuur hem met een Sky Controller, maar ik kan ook meekijken vanuit de cockpit met mijn cockpit glasses. En het wordt ook nog eens extra spannend, want ik heb hem uit de doos gehaald, even vluchtig in de handleiding gekeken, maar nog niet eerder gevlogen. Nou, ik ga een poging wagen. Ik doe het eerst even met de Sky Controller 2 met de smartphone erop en nog even niet met de cockpit glasses. Hij gaat nu helemaal uit zichzelf naar 50 meter en dan gaat hij cirkeltjes draaien. Hij wacht eigenlijk tot ik de controls overneem. Ik ben helemaal zenuwachtig. Nou, de besturing voor zo'n eerste paar minuten lijkt redelijk makkelijk. Oh, ga jij eens naar beneden? Dit is toch moeilijker. Ik zit hier even bravo te doen. Hij gaat steeds omhoog. Oh, dat. Het is allemaal wat lastiger dan je denkt, hoor. Hij gaat precies de greppel in. Ja, hij ligt daar in het gras. Ik ga hem even ophalen. En het is even proberen met de cockpit glasses. Oh. Gelukkig stuurt hij zichzelf, terwijl de piloot weer brokken aan het maken is. Professionele dronepiloten die vinden dat fijn om met zo'n cockpit glass te vliegen, maar ik weet helemaal niet waar ik ben en het is echt heel moeilijk. Sorry. Ik zit nu op 47 meter, maar je wordt hier ook helemaal, ik word hier helemaal naar van ook. Waar is het ding? Ja, ik ben in de bomen gevlogen. Over het hek, daar achter het hek. Dit is eigenlijk helemaal geen kinderspel. Je zag hoe snel ik al crashte. Tuurlijk ligt het aan mij, maar dit moet je serieus nemen. Een ding wat 80 km per uur vliegt, weegt 750 gram. Dat wil je niet tegen je hoofd aankrijgen. Maar ja, dit is dan ook voor de hobbyist die net zoals met modelvliegtuigjes lekker wil vliegen. En hij kost 1200 euro. Dat is een enorme smak geld voor een vliegtuigje waar je wel heel erg leuk mee kan vliegen. Maar die door zijn snelheid wat minder geschikt is om beeldopnames te maken. Als je dat zoekt, dan ben je toch echt beter af met de klassieke quadcopter drone. VR, drones, smart home. Test de toekomst op Bright Day, het techfest van Nederland. Ga snel naar de site en bestel je tickets. Ik heb het indruk dat je er zin in hebt in dit onderwerp. Je hebt er zin in. Kom we gaan. Je hebt er zin in, ik zie het aan je. Ja. Beetje dicht bij je praten. Ja, dat mag deze ene keer. Ben jij een nerd? Nee, ik ben niet met die dingen bezig. Want jij, dat bedoel je toch, ja. Dat je heel veel met social media en de telefoon en apps en dat soort dingen. Maar jij hebt apps. Ik heb apps. Welke app is dit? Dat weet ik niet. Een voorlees-app. Ja, een voorlees-app, ja. Nou, en nou je porno hebt. Alle YouPorn en zo, die komen de nu. YouPorn, die komen nu voorbij natuurlijk. Snel wegklikken. We hebben er ook een app van, hoe heet die zender of van het programma ook alweer? Kom. Nou ja, Voetbal Insight toch? Of die? Ja, die heeft Voetbal een app. Insight. Ja, die hebben een app volgens mij. Laten we even kijken of die toevallig op mijn telefoon staat. Dit is de app van Voetbal Insight. Hoef ik daar in ieder geval niet naar te kijken. Ja, dat is wel een binnenkomer. Anders krijg je gewoon binnen meteen. Ja. Ja, maar die iPad, die, of tenminste, er staat al heel lang een computer, ik denk al een jaar of 10. En die doet het nooit. En die doet het eigenlijk nooit. Nee. En eigenlijk is het, wij krijgen nog steeds geen Twitterberichten binnen, dus wordt dus nog steeds die ouderwetse mail die binnenkomt. En wat Johan al zegt, heel vaak moet ik er een klap op geven of hij doet het niet. Een tijdelijke vrouwelijke assistent bij je, jonge Sparta. Wat vind je ervan, Johan? Kan dat allemaal of niet? Of is dat... En die mailtjes die zijn, die komen gewoon live binnen. Zit er een moderator tussen die onzin weghaalt? Ja, er komen 2.000-3.000 mailtjes per uitzending binnen. Jezus. En daar zitten dan een paar hele slimme mensen die er echt heel veel verstand van hebben. En die selecteren dan die vragen en dan blijven dan een stuk of 30, 40 over voor mij daar. En daar kies jij weer daar uit? Daar kies ik dan weer uit, ja. En dat zijn vaak hele goede vragen. Hier bijvoorbeeld, Hans Kraaij junior speelt Hans Kraaij junior en dat doet hij op een hele vervelende manier. Kijk, over Hans komen hele vervelende dingen binnen bijvoorbeeld, maar over mezelf. Die heb ik verstuurd. Voetballers en social media. Kijk jij daar wel eens naar? De gekte die ze posten op hun Instagram, YouTube-filmpjes. Daar hebben we een speciaal onderwerp in de voor van een minuutje in ons programma. Promes bijvoorbeeld, die is daar gebruikt. Nee, maar die jongens doen veel inderdaad. Maar we houden het nu een klein beetje bij, onder andere ook via de app en via een apart filmpje. Wat dat vind ik leuk voor internet hoor, maar ik vind dat voor een tv-show die zichzelf toch redelijk serieus neemt, vind ik dat ongepast om dat soort geinige dingetjes tussendoor te gooien. Dus daar ben ik op tegen. Ja. Wij zijn dus geen Nederlanders. Nou,
Nee. Ik denk dat je stiekem van meer techniek gebruik maakt. Johan is dus geen nerd. Nee, Johan is geen nerd. Nee. Maar ik ben niet bij hem thuis geweest. Ik weet niet of jij bijzondere verzamelingen hebt. Ja, je houdt van muziek. Ja. Daarom. 25.000 cd's, daar ben je toch geen nerd? Ja, dan ben je best wel een nerd. Dan ben je een maniacale verzamelaar. Ja, maar dat is ook een vorm van nerdisme. Oh, en ik ben ook autistisch. Ben je daarom? Ook een nerd? Nou, ik wil het zelf niet zeggen, maar dat is ook een onderdeel van het nerd zijn. Hij is helemaal gek op schoonheid en alles moet recht liggen. Alles moet recht, alles moet netjes schoon. Opgeruimd. Hij stofzuigt 3 keer per week zijn auto uit. Oh ja, dat is een andere geestesziekte. Hé, maar ik wil jullie hartelijk bedanken. Oké, graag gedaan. En zeg ik tegen jou. En tegen jou zeg ik, we faxen. Toch? Heb je die nog thuis staan? Nee. Dat dan weer niet. Nee. Oh. Nee, maar ik heb heel wat afgefaxt, ja. Dat klopt wel. Dat is een fax, ja. Ride was de afgelopen week in Parijs bij de belangrijke autosalon met opvallend veel elektrische auto's. Hier zijn het niet de ronkende motoren die de show stelen, maar het gezoem van elektrische bolides. Zoals de nieuwe Opel Ampera, de Volkswagen ID, die over 4 jaar al op de markt moet komen voor de prijs van een Golf. En Citroën had deze C-Experience in petto, die natuurlijk wel wat weg heeft van Citroëns roemruchte CX. Maar deze stal de show, de Trésor van Renault, ontworpen door de hoofddesigner van Renault, Laurens van den Akker. En wij spraken hem. Deze auto is een elektrische auto. Hij gebruikt eigenlijk alle technologieën van de Formula E, deze racekampioenschap waar Renault heel erg goed in is. En hij zit ook boordevol technologie en het interieur, omdat je kunt connecteren met de auto. Alles is heel vloeiend tussen je smartphone en de auto. En uiteindelijk heb je op deze manier een fantastische rijervaring in een verleidelijke auto. De Trésor is de droomauto van Van den Akker. De volgende generatie Renault zal op dit design zijn gebaseerd. En daarbij is rekening gehouden met het feit dat auto's zelfrijdend zijn in de toekomst. Het gaat er niet alleen om dat de auto autonoom rijdt, maar dat je dat ook communiceert aan de auto's om je heen. Dus er zit hier een lichtsignatuur om de hele auto in. En als bijvoorbeeld de logo's oplichten aan de zijkant, aan de voorkant en de achterkant, dan geeft dat aan de mensen om je heen dat deze auto nu in autonomous mode rondrijdt. Daarnaast kunnen de stoelen zich helemaal terug buigen. Het stuur wordt breder, zodat je een beter zicht hebt op het scherm achter het stuur, zodat je makkelijker een film kunt kijken. En de pedalen schuiven automatisch weg en de stoelen laten het toe, zodat je eens makkelijk met je partner kunt kletsen. Wij kunnen niet wachten. En Laurens, zo te zien ook niet. Die Trésor, man. Mooi, toch? Oh, die ziet er wel fraai uit. Hey, leek het nou maar zo of was elektrisch echt trending in Parijs? Ja, het was echt wel hot. Aan de ene kant is dat natuurlijk opvallend, maar aan de andere kant ook weer niet. Hè. We hebben Volkswagen gehad met Dieselgate. Ja. Maar eigenlijk geen enkel merk kan zich houden aan zijn uitstootbelofte om die uitstoot maar naar beneden te krijgen. Dat lukt alleen in laboratoria. Neem bijvoorbeeld mijn Peugeotje 308. 40% extra uitstoot vergeleken met wat hij belooft eigenlijk. Dus elektrisch is gewoon the way to go. En dat heeft iedere fabrikant op dit moment wel door. Ja, of worden ze een beetje nerveus door die Tesla Model 3 die onderweg is? Dat speelt natuurlijk ook al mee. Tuurlijk, want die Model 3 is een super sexy elektrische auto voor een betaalbare prijs. Maar die komt pas in 2018 uit. En Opel en Renault hebben al in 2017 een auto die iets goedkoper is en ongeveer hetzelfde bereik heeft. Soms wel meer bereik. De Opel Ampera, dat is die gele hierboven. En de Renault Zoe. Ze zijn iets minder sexy dan die Model 3, geef ik gelijk toe. Maar ze zijn wel net zo groen. Ja. Welkom terug bij Bright TV. Straks gaan we het hebben over deze jongen. En testfit girl Crystal, sportieve draadloze oordopjes. Straks een nieuwe fit girl en Mirjam checkt het nerdgehalte van Wilfred en Johan. Google heeft afgelopen dinsdag niet alleen een nieuwe smartphone gepresenteerd, maar ook de mogelijkheid om gratis ongelimiteerd foto's op te slaan in de Google Cloud zonder enige vorm van compressie of kwaliteitsverlies.
Fijn voor de pixelgebruiker, maar hoe kan jij er ook voor zorgen dat je foto's veilig opgeslagen staan, ook als je computer crasht? Waarschijnlijk maak jij de meeste foto's met je telefoon, dus de makkelijkste manier is om je foto's te stallen bij Google Foto's of op de iCloud van Apple. Dat instellen is binnen een paar tikjes gebeurd. En er zijn wel andere online opties, zoals Dropbox, Flickr of SmugMug, maar deze diensten zijn of omslachtig of een stuk duurder. Voor Google Foto's betaal je namelijk helemaal niks. En iCloud is tot 5 gigabyte gratis en voor het tienvoudige betaal je maar 1 euro per maand. Maar vertrouw je die cloud niet? Hou het dan dichterbij en maak je eigen cloud. Koop een NAS, een slimme harde schijf en koppel deze aan je wifi-router. En daarmee kan je al je apparaten en foto's backuppen, ook als je niet thuis bent. Ideaal! Maar een goede NAS kost een paar honderd euro en je moet wel wat technische kennis hebben om hem goed te kunnen gebruiken. Dus tja, kan jij de verleiding van een Google en Apple cloud weerstaan? Dit is Bram. Hoi. En soms valt Bram iets op. Hè? Dan rent hij erop af. Of hij zoekt het op internet. Ik word er soms helemaal lijp van als ik weer naar een Kickstarter filmpje aan het kijken ben. Waar dan weer zo'n plingel plingel jingle jingle muziekje onder zit. Alsof er zeg maar één componist is op de hele wereld die al die liedjes maakt voor Kickstarter. Waarom klinken al die muziekjes hetzelfde? Ik snap het niet, maar wie het wel snapt is mijn muzikantenvriend Pieter van Vliet. String ensemble. Digitale marimba. Weet jij waarom praktisch altijd hetzelfde soort muziek zit? Ik denk dat het vooral ligt in dat het muzak is, zeg maar. Het is muziek wat vaak gemaakt is om eigenlijk een bepaald gevoel te geven, maar niet te veel te vragen om er aandacht aan te geven. Het moet echt heel erg dienen om hetgene wat in het videootje geïllustreerd wordt te benadrukken eigenlijk. En dat is vaak ook waarom het denk ik veel hetzelfde klinkt, omdat de boodschap in deze filmpjes vaak hetzelfde is. Koop het. Koop maar. Kopen. Mijn conclusie is toch, jongens, het werkt niet meer. Hou er maar mee op. Als het onopvallende, wat onopvallend moet zijn, nu zo opvallend is geworden dat het mij irriteert, dan denk je dat het tijd is om uit een andere muzakvaatje te tappen. De genomineerden van de eerste Bright VR Awards voor de beste Nederlandse VR-producties zijn bekend. Voor de publieksprijs kun je kiezen uit 5 kandidaten. Breng nu je stem uit en maak kans op VIP-kaarten van de awardshow op vrijdag 4 november. brightvrawards.nl. Elke week in Bright Stuff kiezen we de beste producten uit een bepaalde categorie. En deze week Home Sound Systems. Welke ga jij installeren in je nieuwe huis? Gefeliciteerd trouwens. Ja, dankjewel. Ja, net de sleutels gekregen. Een druk aan het verbouwen. Eind van het jaar trekken we erin. Het soundsystem wordt Sonos deze keer. Yes. Ja, die keuze was eigenlijk niet zo heel moeilijk. Ik gebruik het al een tijd. Ik ben er zeer over te spreken. Je betaalt wel iets meer. Mm-hmm. Maar goed, de setup is super simpel. Het geluid is heel fijn. Dit is trouwens de nieuwe Play 5. Het wat grotere model speaker. Ik heb ook een paar van die kleintjes. De Play 1 heet die dan. En ik heb ook die set voor bij televisie. De bar, zeg maar. Ja, bar en dock. Oké. Okay. Maar goed, er zijn heel veel geluidsboxen op de markt die echt wel prima zijn. Dat is de hardware. Maar het gaat natuurlijk vooral om de software. Is het makkelijk te gebruiken? Ja, je wil ook een fijne app, inderdaad. Ja. Ik vind stoer van Sonos. Ze hebben de integratie van Spotify Connect aangekondigd. Wat is dat? Dat komt erop neer dat je vanuit Spotify, de app, direct Sonos speakers kan selecteren. Laat het maar via die horen. Mm-hmm. Daar hoef je dus niet meer naar de Sonos app voor. Om daar Spotify op te zoeken. Ik vind het wel een sterke actie. Ik denk ook dat je dat als merk doet. Ja, en weer een appje minder dat je hoeft te gebruiken. Dat is wel heel fijn. En, heel leuk, het lost het feestjesprobleem op. Ja, heb je problemen op feestjes, ja? je gaat naar een verjaardag toch? Ja. En dan is het van, zet maar een liedje op. Ja, en dat werkt nooit. Jij kan nooit met je smartphone op dat systeem. Of dan moet je weer... Allemaal altijd één bak ellende.
Ja, zolang de bezoeker maar inlogt op jouw wifi, dan kan hij precies hetzelfde doen zoals jij dat kan doen. Dus dan kan hij vanuit zijn Spotify-app jouw Sonos speakers selecteren. Cool. Ik ga eerder de beta testen, de beta-versie testen. Die kan elke dag nu uitkomen. Alright. En je gaat nog veel meer doen met Smart Home. Komend najaar begint Erwin een eigen verhuisvlog. Start working. Ze zitten prima. Zelf op zijn kop blijven ze gewoon goed zitten. Ja, ze zitten heel lekker. En als je één keer tikt, dan stopt hij met muziek spelen. Als je twee keer zachtjes tikt, dan gaat hij weer verder naar de volgende nummer. En bij drie keer gaat hij naar het vorige nummer. Als je langzaam naar beneden scrolt eigenlijk, dan gaat het volume naar beneden. En als je weer langzaam omhoog scrolt, dan gaat hij weer wat harder. Hij is wel heel erg gevoelig, dus je moet even een beetje spelen hoe het voor jou het beste werkt. De oordopjes zijn echt super makkelijk in gebruik. Het werkt eigenlijk hetzelfde als een sportwatch. Je kan je kilometers zien, calorieaantal kan je zien, aantal stappen kan je ook zien. En je hartslag, die wordt zelfs ook in je oor gemeten. Het voordeel van deze oordopjes is dat je hem ook zonder telefoon kan gebruiken. Je kan dus 4 gig muziek erop zetten. En dan kan je gewoon ongeveer 45 minuten een workout doen. Lopen bijvoorbeeld, of een klein stukje rennen. Maar ja, let wel op, na 45 minuten is die wel echt op. Nou, de gegevens die je allemaal op je telefoon krijgt, dus in je app, dat zijn bijvoorbeeld de stappen dan die je maakt en de kilometers en de aantal calorieën. Ik denk wel dat hij vrij betrouwbaar is. Hij matcht het met de Bluetooth. Ja, het enige nadeel is dat de verbinding soms niet helemaal lekker loopt. Nou, de prijs van deze oordopjes is ongeveer 200 euro. Het lijkt misschien veel voor een stel oordoppen, maar je hebt natuurlijk wel alle gegevens die ook eigenlijk een sporthorloge met zich meebrengt. Een nadeel is, iPhone-gebruikers kunnen het niet toepassen, want je hebt wel echt een Android-telefoon nodig om de app te kunnen installeren.